Welkom bij Zeeuwse Naaldwijk. Ik ben Sander Verhulst en ik wil u deze Dacia Sandero Stepway laten zien. Dit is de Dacia Sandero Stepway die we binnen hebben gekregen. Een hele leuke auto wat dat betreft. En het is het laatste type van 2021, dus van dit jaar. Wat dat betreft die hele fraaie stoere neus. Ook voorzien van mistlampen, ledkoplampen. Dat is ook wel fraai om even te laten zien, denk ik. Om even eens aanzetten. Echt een hele mooie, felle lichtbundel. Ook de dagrijverlichting, hè, die loopt ook wat dat betreft heel mooi. Echt een mooie, felle bundel. Nou, wat ook leuk is te vertellen bij de stepway-uitvoering is dat de langsdrager die erop staat, die kunnen we omdraaien. Die kan wat dat betreft losgeklikt worden en dan kan die hier losgeschroefd worden. En aan de andere kant. En dan kunnen we hem dus ook als dwarsdrager gaan gebruiken. Die kan je dus inderdaad omzetten. We kunnen hier ook een beetje doorheen kijken. Die kan je dus echt loshalen en dan van links naar rechts als dwarsdrager gebruiken. En dat is uniek van de auto, want dat heb ik eigenlijk bij nog geen enkele auto gezien dat kan. Nou, ook achter wat dat betreft is de auto behoorlijk vernieuwd. Echt een plaatje. Ook inderdaad de parkeersensoren achterin de bumper. Maar ook qua ruimte achterin is echt gewoon lekker royaal. Diepe bak. Daar kan veel in. Dus dat is toch wel mooi. Nou, deze uitvoering is dan een bifuel. Dat betekent dat er ook een LPG-tank in de kofferbak ligt. Zoals ik al net al heb laten zien, is die kofferbak nog steeds hartstikke groot. En daaronder ligt dus inderdaad gewoon de LPG-tank. We hebben natuurlijk inderdaad aan deze kant de LPG, aan die kant inderdaad natuurlijk gewoon benzine. Dus ook de actieradius van de auto is echt enorm. Als we natuurlijk de twee tanken helemaal vol hebben. Nou, verder natuurlijk wel uitstraling, echt gewoon gaaf. Ook met die kunststof kappen natuurlijk, die helemaal mooi doorlopen. Dat geeft hem echt een wat stoerdere uitstraling. Dus kortom, echt wel een hele leuke auto. Elektrische ramen rondom en elektrische spiegels, die zitten er ook op. Hoogteverstelling van de stoel. Nou, het Stepway logo natuurlijk ook keurig netjes ingestikt in de bekleding. Ook nog voorzien van een armsteun die naar beneden kan. Ja, dus dan geeft het ook natuurlijk een lange rit. Hebben we wat dat betreft ook wat steun. En een plek waar we onze arm neer kunnen leggen, zogezegd. Nou, cruise control, snelheidsbegrenzing, spraakfunctie. Automatische ruitenwisser, regensensor, automatische verlichting. Er zit ook inderdaad een schemersensor op, dus rijden we de tunnel in, dan gaat hij ook gewoon vanzelf aan. Nou, ik zal hem heel even starten. Auto is ook voorzien van climate control, temperatuurgeregelde airco.